Yeah, goeiedag. Ik ben Mike. Welkom. Ik ben Mike. Welkom, ik ben Mike. Take 391 van mijn allereerste vlog. Ik ben Mike en het is niet zo makkelijk als dat het lijkt. Het voelt voor mij een beetje ongemakkelijk, want ik vind het heel leuk om te kijken, maar om nou zelf de hele dag naar de camera te lopen praten, te vertellen wat ik aan het doen ben, vind ik aan één kant, ik weet niet. Maar goed, ik ben wel leuke dingen aan het doen en ik vind het wel leuk om het te laten zien, toch wel. We zijn bezig met de interactieve film, waarbij je eigenlijk als kijker dus bepaalt hoe het verloop van het verhaal gaat. En daarin zitten dan allerlei liedjes. Het is een soort van musical-achtige nieuwe vorm van videoclip slash game. Kan ik het niet helemaal noemen, maar het lijkt erop omdat je dus invloed uitoefent. En superleuk. We zijn hier al best wel een tijd mee bezig om dit allemaal te ontwikkelen, om dit klaar te zetten. En deze week zijn we met Arjan van Tricht eigenlijk in de studio. Hij heeft de producties, alle conceptjes die ik dan gemaakt heb in de laatste anderhalf, twee, drie jaar. Die is hij gewoon naar een nieuw level aan het trekken. Dat is echt niet normaal. Die gast die ken ik al heel lang. Die ken ik nog uit mijn raptijd. En toen was hij mijn producer of werkten wij samen. Het is maar net hoe je het wil noemen. En wij maakten muziek samen en dat was eigenlijk altijd super tof. Dat was altijd wel een soort van magie. En hij was eigenlijk de enige waarvan ik dacht van ja man, hij kan deze tracks naar het level brengen waar ik het wil hebben. We zijn afgelopen week een paar keer in de studio geweest. En om te beginnen met Angela Vergouwen, Angie, weet zelf. Angie is echt, Angie is de bron. En dit is Stacy, en ze voelt zich zo blij. Met een bloem in de haar en een tas aan de zij. Het is een superster, kijk maar iedereen staat. Met een open mond, iemand is zo knap hier als haar. Je gaat haar zeg maar zien in een spot. Dus, het is echt een droom. Ja. En de clip begint zeg maar dat zij in dus zij gaat dromen. Ja. En vervolgens staat zij in een donkere ruimte. Ja. Met een spot op haar. Ik zie het echt helemaal voor me. Ja. En uiteindelijk zeg maar, hoe verder die clip gaat, staat ze ineens in een fucking groot stadion met allemaal mensen zeg maar. Maar in het begin, hij begint heel klein. Heel klein, oké. Okay. En dan vervolgens ineens van brah, en dan zie je helemaal mensen en dit en dat. Oh. Sorry, mag het muziek ook wat harder alsjeblieft? Mag de muziek wat harder? Het muziek. Mag het muziek, het muziek. Beetje, mag het muziek een beetje harder? Nou, hey, cut that out. Hè. Nee, juist niet. Kijk joh. Ik heb een droom en ik heb een plan. Wie ik ben en wat ik mag, voor wat ik doe en wat ik zal, en wat ik word en wat ik kan. Maar goed, ik zit dus nu in de auto even te wachten op Lorraine, want ik ben te vroeg. En daar heb ik nou altijd voor een ex-rapper. Kom ik altijd akelig op tijd. Ik zal even gebruik maken van de gelegenheid om wat meer over mezelf te vertellen en over de mensen met wie we vandaag in de studio zitten. Joost van Dorst, mijn partner in crime.
Wij zijn eigenlijk al best wel een tijd bezig om Project Box van de grond te krijgen. En niet zozeer omdat we alleen maar een kindermuziek mee willen maken, maar vooral omdat we die kindermuziek ook een doel willen geven in het onderwijs om bepaalde onderwerpen bespreekbaar te maken. Een soort van nieuwe samenkomst van elementen zoals entertainment, cultuur, een stukje sociaal-emotionele vorming, talentontwikkeling. En dat eigenlijk tot één pakketje aan het binden zijn om dat ergens binnen te brengen. En het nieuwe leren, weet je. Iedereen kijkt tegenwoordig naar YouTube. Iedereen zit te vloggen. Iedereen, die oude leermethodes werken niet meer. Allemaal vanuit een boekje en al dat gedoe, weet je. Het heeft bij mij nooit gewerkt. Ik ben een ADHD'er, zoals ze dat noemen. En ik had in mijn jeugd ook wel redelijk wat probleempjes op mijn dak. Dus ik was het type dat, niet zo netjes was in de klas, om het eventjes zacht uit te drukken. En terwijl dat ik eigenlijk, weet je, juist heel geïnteresseerd ben in de wereld, heel leergierig ben. Maar tegelijkertijd kon de leraar mij niet boeien of zo. En andere dingen vond ik veel interessanter. En ik heb gemerkt eigenlijk dat ik daar niet de enige in ben of zo. Dat een heleboel kinderen misschien wel zo zijn. En dat de leraar tegenwoordig steeds meer moeite heeft om die kinderen te boeien. En dat het stukje internet en de spanningsboog van kinderen overkleed. Hé, daar hebben we Lorraine. Check. Oh, hallo! Hey. Gelijk camera op je neus. Ja, inderdaad. Kijk, daar zijn ze allemaal in beeld. Hey. We gaan vandaag even goede dingen doen. Dag Joost. Hoi Mike. Joost de vormgever. Hoi. En dat is Lorraine. Hallo. Yeah. Lorraine is een van de typetjes, de vertolker. Yeah. En dit is een koffiezetapparaat, heel belangrijk. Snel, pak de boksen. Hij is er niet. Zullen we hem even eens laten fietsen? Ja. Doe maar goed. Oh, moet ik nu gaan doen? Ja, ga zo afvallen te draaien. Hebben we gewoon alleen de rapversie of gelijk? Doe maar. Doe je ding. Dan maak je een Beyoncé cover van. Te laat. Is het de pret van nooit Janema? Voor jou verander ik mij, leg het alles opzij. Maar je lacht niet meer naar mij. Waarom horen wij niet bij jou? Voor haar liefde. Waarom horen wij niet bij jou? Is het de pret van nooit Janema? Voor jou verander ik mij, leg het alles opzij. Maar je lacht niet meer naar mij. Waarom horen bijna klaar. Check mij, ik dacht ik ga een hele dag vloggen vandaag, maar wat doe ik? Ik laat de batterij niet op. Laat zien horen wat we hebben. Kom maar. En ik ben Tom, Brian en ik ben een b-boy. Ik begin met gekkigheid als je de diepe hoort. Ik ben groen, maar niet misselijk van dansen. De kleinste van de homies boksen kansen. Wat vind je er zelf van? Very, very, very good. Hoe was je eerste ervaring in de stuk? Heel leerzaam. Kijk. En gewoon heel goed. She doing that.